Hey, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik start deze vlog in Düsseldorf samen met Janu. Dit is onze tweede dag hier. Tweede dag, hi. Gisteren heb ik niet gevlogd omdat we een beetje aan het ronddwalen waren. En het was 38 graden. Ja. Het was zeg maar al genoeg werk om überhaupt te wandelen, te lopen en je een beetje blij te houden. Dus laat staan om er dan ook nog bij te gaan vloggen. Precies. Ja, het is nu ongeveer 9 uur in de ochtend en we lopen nu naar een Japanse bakkerij en daar gaan we ontbijten. Die is zo ontzettend excited. Als je mij kent, dan weet je hoe fucking obsessed met Japan ik ben. Dus we gaan ook daarna naar Japantown en dan ga ik alle winkels leegkopen. Ik heb er al helemaal zin in. Ik ook. Dus wij nemen jullie mee op ons avontuur. We blijven hier nog 2 dagen, vandaag en morgen. Dus ik ben benieuwd wat we allemaal tegen gaan komen. Yo! Janu, wat heb jij gehaald? Oké, wacht. We liepen, nou sowieso green tea, maar we liepen de supermarkt in en zei: als je hier Matcha KitKat hebben, dan ga ik gewoon dood. Nou, ze is dus nu overleden, want ze heeft een zak vol Matcha KitKat gehaald. Dat is zo lekker en ze hadden meer smaak, maar ik heb de goede gekozen. En net stikte ik erin en toen zei Sabrina, stik voorzichtig, maar ik zei, weet je, als ik stik in een Matcha KitKat, dan ben ik blij overleden. En ik heb ook wel bij de Japanse toko gehaald, namelijk Pocky Cookies and Cream. Ik heb deze nog nooit gehad, wel de normale versie, dus de chocola. Dus ik ben benieuwd wat ik ervan ga vinden, dus die ga ik straks ook eten. En we lopen nu richting winkeltjes en dan gaan we even lekker kijken wat we kunnen scoren. Het wordt tijd voor lunch. Ik heb noedels gehaald en hiervoor, voor deze hele, ja, voor dit hele pakket, heb ik maar 3 euro betaald. Dat is niks. En Sjaan zit zoals gewoonlijk weer aan de sushi. Het is trouwens ook rood sushi, maar het ziet er wel heel lekker uit. Om de lunch af te sluiten hebben we ook een ijsje gehad. Ik heb mijn standaard bestelling eigenlijk aardbei met mango. En wat heb jij? Yoghurt en citroen. En we mogen hier dus niet blijven zitten, terwijl er zit hier geen hond, dus... Laat nergens op. Ja, dan gaan we lekker weg. Joe. Wij zijn even terug in onze Airbnb waar we dus verblijven. En ik ga even een mini shoplog doen. Ik heb onder andere een zonnebril gehaald. Ik heb al een zonnebril mee, maar even voor de afwisseling. Hij was in de sale bij de H&M. Ik vind hem niet heel erg spectaculair, maar ik dacht beter iets dan niet. Dan heb ik bij een Japanse toko een waaier gehaald. Ik vind hem zo ontzettend cute. Ik zag hier al hoe die eruit zag. Dan natuurlijk mijn pokkies. Ik heb het nog niet gegeten. Die bewaar ik voor later vandaag. En wat heb ik nog meer? Ik heb een kaart van een anime figuurtje. Anime figuurtje. Want mijn vriend die kijkt dat. En die is fan van deze dude. En als allerlaatste heb ik... bij de H&M nog wet wipes gehaald. Door dit weer voel ik me zo ontzettend vies. En ook als we ergens eten vind ik het zo fijn om dit bij me te hebben. Ik heb ook wel handgel, maar dit is toch een stuk prettiger. En dat was alles wat ik heb gekocht. Ik wilde eigenlijk nog meer shoppen, maar ik vond gewoon niks. Nee, nog wel top. We zitten nu in de taxi onderweg naar de Japanse tuin. Ik heb er zoveel zin in. We hebben de outfits mee. Dus ik heb hem mee, want ik heb een sweater. En ik dacht eerst, die ga ik gewoon aandoen daarheen. Maar dat was echt het slechtste idee wat ik ooit gehad heb. Dat was echt veel te warm. Dus ik heb hem mee en dan gaan we daar maar even in de bosjes omkleden. Ja, ik heb gewoon een shirtje over mijn jumpsuit aangedaan. Dat doe ik wel eens vaker. Dat is best wel handig. Maar ja, lopen was niet te doen. Dat was echt bijna een uur. Ja, dus dat is niet echt taxi is wat duurder. Maar niet zo goed. Nee, we hebben echt al zoveel gewandeld deze afgelopen anderhalf dag. Maar dan gaan we gewoon met de taxi erheen. Ik ben benieuwd of het überhaupt mooi is. Op Google ziet het er wel mooi uit. I can't wait. Ja, me neither. Ik weet niet of het door is, maar de tv staat aan. We zijn weer in het appartement. En Janu zit daar lekker te turken. Fijn, nee, ik ga dat niet filmen. Maar we gaan even relaxen met een theetje. En vanavond gaan we uit. Ja, we zitten bij mijn late birthday dinner. Echt veel te laat, maar hey, beter laat dan nooit.
En ja, dus een sushi restaurant met een tablet. We hebben onze eerste ronde net besteld. Oh my god. Hallo. Oh, meteen man, tering. Ja, het is gewoon één blaar. Ik heb geen last, gelukkig. Kijk, het is gewoon helemaal blaar, zie je? Oh, oké. Nou, wij zijn terug van het avondeten. Het was zo ontzettend lekker. Ik heb een food baby. Ik lijk wel 5 maanden zwanger. Ik ook. Maar we hadden net nog een extra toetje gehad. We hadden in het restaurant al een toetje. Maar jij had matcha. Oké, ik heb dus in het restaurant matcha ijs gegeten. En matcha mochi. Mm-hmm. En toen heb ik nog een matcha ijs gehad. Want het bloed wat op mijn aderen stroomt is smaak van matcha. Blijkbaar. Ik hou echt zo van matcha. Dus ik heb... Toen dacht ik, wanneer heb ik ooit nou de kans om zo'n ijsje te halen boven hier? Hier dus. Living on matcha at the moment. Ja, yeah, it's fine. En bubble tea gehaald, want in het zaakje waar ze matcha ijs had gehaald, had ze ook bubble tea. En ik wist echt niet wat voor smaak ik wilde. Mind you, we hebben dat een half uur geleden gehaald. Kijk hoe ver ze is. Ik ben een slome drinker. Echt? Maar echt heel slome. Ik heb iets met lychee en met mango. Maar ik heb vandaag denk ik te veel mango gehad dat ik het nu niet meer zo geweldig vind. Want ik had 2 keer mango-ijs vandaag. Dus het is te doen. Het is niet verkeerd, maar ik heb gewoon te veel zoet vandaag gehad. Dat ik nu mijn laatste suikerbom naar binnen krijg. En denk ik, oké, het is al genoeg naar vandaag. Maar hij is lekker. Ik ben een beetje traag, maar hij is wel lekker. Een hele goede morgen. We zitten bij een ontbijttentje. Heet Allee Café. Hartstikke leuk. En we gaan hier ontbijten en de rest van de dag gaan we gewoon lekker rondwandelen. Eerst gaan we de koffers dumpen, want op het station zijn er kluisjes en daar gaan we onze koffers neerzetten. Ja, en wat hebben we besteld, Chanel? Een tosti, want de rest konden we niet zo goed duidelijk uitkrijgen wat het eigenlijk was. Nee, want ze hadden paninis, maar dat waren geen paninis. Ze waren gewoon belegde broodjes, dus dat is niet echt... Niet echt de paninis die wij gewend zijn. Nee, ik dacht dat wordt plat gemaakt en warm gemaakt. Maar misschien is dat echt wel heel dom dat ik dat denk, maar ik dacht dat dat het was. Oh, ja. En we hebben een koffietje en een theetje. Dus dat is gewoon prima. En we moeten toch zo naar het station, dus stel we hebben nog honger. Dan kunnen we altijd wel halen. Dus, ja. Maar we zitten lekker in de snow, dan gaan we maar even rustig beginnen. Precies. Ja hoor, we zijn weer aan het shoppen. We liepen gewoon de winkelstraat in en toen zijn we gewoon wat winkels ingegaan. Ik heb al 1 shirtje gekocht en een bralette. Ik vind het echt bijzonder dat ik nu echt dingen kan scoren. Terwijl ik gisteren en eergisteren echt op zoek was naar dingen die ik wilde kopen. Maar helemaal niks leuks kon vinden en nu loop ik een beetje een soort van doelloos rond. En ik vind van alles en nog wat. Ik sta nu trouwens in de sub, dude. Chanou is nu aan het passen. En ik wacht op haar. Ik zag niks leuks. Ja, ik zag wel leuke dingen zoals een badbak. Maar ik heb niet echt een badbak nodig. Dus dan ga ik dan ook niet passen. I like big parks again. Wij lopen nu bij een park die wij... Die wij gisteren hadden gespot toen we in de taxi zaten. En we gaan nu gewoon een route volgen richting het station. En sorry, het waait zo hard. En het gaat straks ook stormen. Dus we willen op tijd straks gewoon ergens binnen zijn. Want ja, we willen niet nat geregend worden. We zijn zo lang lenden, gaat helemaal nergens over. Ik ben ook dingen aan het roepen op straat tegen mensen. Zo, En ook wanneer een auto gaat toeteren, zeg maar. Als ik net ging, dan ging ik zo. En wij zaten te vragen. Dat is zo erg. Auto. Omdat je op een gegeven moment op een punt komt, ben je moe, dan ben je aan het lopen, terwijl je eigenlijk moe bent. En gewoon, dan ben je gewoon een soort van, je kan soms melig worden, maar dit is een soort van, ik weet niet wat het is. Het is een beetje irritant, maar op een grappige like manier. Tripping, but I don't know. Ja, maar we zijn allebei nu zo, dus het is niet vervelend voor ons of zo. Maar ik vind mezelf ook echt fucking hilarisch, zo. Je bent er benen niet. Het valt volgens mij echt heel hard tegen. Ik denk het ook, maar waarschijnlijk ja, niet. Maar we lopen gewoon lekker, een beetje... Verzaald door Düsseldorf, wat ook gewoon leuk is. Ja, precies dat. Zal ik even losgaan, zoals ik gisteren losging? Ja. Ja. Onze humor. We moeten ervan houden. Ja. En wij houden ervan. Wij gaan naar een bubble tea tent straks. Dat was het idee. En dan gaan we daar eventjes wat editen en zo. En chillen. En daar weer leuke foto's gemaakt. Ik voel me echt zo fucking scheidritant. En als ik bij ben, dan wil ik ook gewoon niet delen met de buitenwereld dat ik ook soms zo kan zijn. Oké. Okay. Maar dat maakt niet uit. Ieder zo'n ding. Maar ik wilde gewoon even kijken dat we langs een park lopen. Yay! Het lijkt net herfst door dit. Het is helemaal geen herfst. Hi.
het is wel echt een mooi park. Want ze hebben hele, hele hoop bomen. Alleen, we waren hier langs gegaan met de taxichauffeur. En die had gezegd dat er laatst een storm was geweest waardoor er heel veel bomen zijn opgevallen. Wat echt super zonde is. I like nature. Maar het ziet er ook wel pretty uit zo. Oké, ik ga Google Maps weer bijpakken, want ik ben een beetje gedesoriënteerd nu. Kijk, we zitten bij Teammate. En ik zit lekker bubble tea te drinken. Sjenoe heeft hem al op. En wij gaan lekker foto's bewerken die we vandaag hebben gemaakt. Voor de waarschuwing. Maar het regent. Maar wij zitten gelukkig onder een afdak. We zitten lekker foto's te bewerken voor vanmiddag. Want we zijn... We weten gewoon echt niet wat we moeten doen. Maar we willen weten waar gewoon extra zitten. Precies. En het is ook slecht weer om nu nog door de stad te gaan lopen. Want ja, we komen steeds buien. En dat is niet fijn. Vandaar dat we gewoon even lekker chillen. En dan wachten we gewoon tot etenstijd. Dan gaan we ergens lekker eten. We gaan er bij de Mac op het station. Ja, lekker slecht, maar dat gaan we wel doen. En daarna gaan we met de trein naar huis. En dat is het. Oké, het licht is heel erg kut. Maar Sappel en ik zitten in de Starbucks. Oké, het licht is echt verschrikkelijk. Zij heeft een Starbucks gehaald. Ik heb gewoon wat water gehaald. Want we zitten eigenlijk al vanaf 3 uur vanmiddag of zo gewoon te wachten. Zijn we eerst bubble tea gaan halen. Oh, hier hebben we volgens mij al gehad. En nu zitten we dus bij Starbucks. Het is nu 4:30. En om 4:30 gaat het trein pas. Dus ik heb het gevoel dat mensen opeens veel harder gaan praten. Want ik aan het praten ben. Het is heel eerlijk. Maar hi. We gaan over een uurtje gaan we dan maar naar de Mac. Dan gaan we daar zitten. Dus we zitten best wel tijd killen. Maar we zijn gewoon te moe om nog wat te ondernemen. We hadden makkelijk nog ergens heen gekund, maar we gaan het gewoon niet doen. Dus dit is our new place for today. Het is gewoon een dagje wachten. Hi jij, wel leuk! We zijn bij de Mac en het leuke is dat ze hier ander soort friet hebben. En wat heb jij? Oh, een kipburger. Hij ziet er zo goed uit. En ik heb een soort van pita broodje met kip erin. Oeh, ik heb er super veel zin in. Eet smakelijker. Even een update over onze reis. Het is op dit moment 7:15. En de planning was dat we om 7:50 in de trein zouden zitten. Nou, plannen veranderen altijd. We hebben nu al 35 minuten vertraging. Maar op zich, er zijn heel veel treinen die hebben het veel erger getroffen. Ja, want die rijden zijn allemaal gecanceld. Ja, maar dit dus... heb ik net... Ja? Oh, dus ik wou zeggen, dus wij komen waarschijnlijk wel gewoon thuis. Dat hoop ik. Ja, ik had het natuurlijk ook niet echt mee toen ik naar Disney ging. Nu hebben we weer een story. Ja, dus hopelijk kunnen we over een uur de trein in. Kijk wat ik... Oh ja, dan heb je me net bij de Six gehaald. Nou, we waren dus een soort van... Ik moet even een hand van me. Hij focust niet. Ja, hij focust. €10. So, love it. Oké. Maar we hadden dus vertraging. Oh, nog maar 30 in plaats van 35. Als ik vertraging heb en gefrustreerd en boos ben, dan ga ik geld uitgeven om mezelf beter te voelen. Dus, dat had ik toen ook. Ik had het bijna een neiging om dat weer te doen, maar ik zag niks. You did it, you're good girl. Ik heb nog steeds de neiging om dingen te halen nu. Puur omdat je alleen maar aan het wachten bent. En ja, we hebben natuurlijk wel zo voor gekozen om de rest van de dag ook een beetje te wachten. Ja, we zitten hier al denk ik 4 uur of zo. En dat is gewoon op het station. En dat is gewoon, het kwam omdat we eigenlijk liever bij die bubble tea zaak hadden willen blijven zitten. Maar er was geen wc. Ja, je moet op een gegeven moment toch plassen na een paar uur. Ja. We zijn maar hierheen gegaan, maar goed. We hebben het ook gezellig. Het is wel gezellig. Het is meer een beetje vervelend dat je gewoon lang moet wachten. Ja, het is gewoon irritant. Nee, maar als je zo moe bent, anders waren we al nog wel de stad in geweest. Laat in de reacties achter wat jij doet als je gefrustreerd bent en moet wachten. Ga je dan spelletjes spelen tegen muziek luisteren, shoppen, wat ga je doen? Ik kijk constant naar de tijd en ik word helemaal gek. Ja, zij checkt elke 5 minuten hoeveel vertraging we hebben. Ik hoop op het beste. Ik geef geld uit. Ja. Ja, en wij gaan gewoon wachten. Geef je later een update. Het is inmiddels 8:30 en eindelijk zitten we in de trein. Hoe blij ben jij van een schaal tot 1 tot 100? Ik begin er niet eens aan. Nou, ik stond dat je de vraag niet afmaakt. Oké, maar een 10. We zijn dus onderweg naar huis. Het was een leuke trip. Ja, we hadden beter 2 dagen kunnen inplannen in plaats van 3. Want 3 was te veel voor een stad waar vrij weinig te doen is. Nee. Ja, maar misschien hebben we ook niet echt... We gingen natuurlijk op het internet kijken wat we moesten doen. Maar misschien hadden we iets van een lonely plan moeten kopen of zo. Maar whatever. Het was wel leuk. Het was gelukkig. Maar we hebben ons vermaakt. En
wat was het? Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Doe vooral een duimpje omhoog. En laat vooral weten of jij een keer naar Düsseldorf bent geweest. Bijvoorbeeld naar een kerstmarkt of gewoon voor vakantie. We hadden ook nog een andere vraag, maar ik ben het vergeten. We hebben een vraag gesteld. Oh ja, wat je doet als je hier verveelt. Ja. Misschien gaan wij met kerst nog naar Düsseldorf. You never know. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.